Robin Thicke, The Eye and Pharrell en Blurred Lines bij Weird FM. Het is zondag 28 juni 2020. Dit is Weird FM Takeaway met de blik vooruit. We bespreken weer alles wat er speelt in het Weerterland. En regelmatig hebben we in Weert te maken met wolkbreuken. Zo 2 weken geleden nog, toen stonden meerdere straten en wijken helemaal blank. Op Graswinkel zag ik filmpjes van mensen tot aan de knieën in het water. Dat was niet de enige keer. Het gebeurde ook nog eens bijvoorbeeld op 11 juli 2014 en 2 juni 2016. Toen viel er ook extreem veel regen. Om wat meer duidelijkheid te krijgen over dat soort weersverschijnselen in het Weerterland, spreek ik nu met Thijs Seelen. Hij is meteoroloog bij Meteo Limburg. Thijs, goedemiddag. Goedemiddag, samen. Thijs, vertel eens even. Hoe kom je er eigenlijk als kleine Thijs bij om meteoroloog te gaan worden? Ja, dat heeft een agrarische achtergrond. Hè. Mijn ouders die hadden een akkerbouwbedrijf, varkenshouderij ook, maar vooral een akkerbouwbedrijf. En dat is natuurlijk weersafhankelijk. Ook sperjes en rabarber. Dus dat was mijn vakantie. Hè. Dat eerst sperjes steken en daar de rabarber plukken. In de krotten soefelen, dat deed ik ook nog. Dat hangt allemaal van het weer af. En ik wist al heel vroeg dat het, het weer heel belangrijk is voor de land- en tuinbouw. Je had vroeger ook op de radio, ik weet niet of je dat herkent, om 4 minuten voor half 1, ook geen minuut later, had je de mededelingen voor land- en tuinbouw. Dan moesten we altijd stil zien tussen de middag. Hè. Dan zaten we aan het warme eten, even stil zijn. Even goed luisteren. Met de lepels. Ja, ja. En toen kwamen ook de weerrapporten van 12 uur. En zo ben ik beginnen te meten hier in Kessel, is het dan. Om dat te vergelijken met andere weerrapporten. Dus zo is mijn interesse in het weer gewekt. En daarna heb ik een studie gevolgd in Wageningen, landbouw en weer, zeg maar. Ja, maar dat is niet zomaar. Je wordt niet zomaar meteoroloog. Er is een hele kennis en kunde achter natuurlijk. En dat is ook waarom we jou vandaag hier in de uitzending hebben. Om toch wat zaken wat meer te duiden misschien. 14 juni, een aantal weken geleden, hadden wij hier nog een enorme wolkbreuk boven Weert. In ieder geval dat die wolken leek open te breken en al de regen erin die viel omlaag. Situaties met wijken die helemaal onder stonden. Dat is vaker gebeurd hier in Weert. Dat komt dan ook steeds in het nieuws. En dan denk ik, dat zal dan wel een unieke situatie zijn dat hier zo gebeurt. Zou je misschien eens kunnen duiden, is Weert dan zo vatbaar voor tropische regenbuien of hoe komt dat? Nou, het is niet echt zo. Ik heb dan moet je naar het klimaat kijken. Het klimaat is het gemiddelde weer over een groot aantal jaren. Je noemde net 2014. Volgens mij was dat eind juni. Toen hadden we in Weert iets van 60 mm regen. Mm-hmm. En ik heb het ook nog ergens opgeschreven. Ook, en ook op een 2016 noem je net, 2 juni. Ja. Toen hadden we ook iets van 60 mm. En ga je nog verder terug in de tijd. 1965 en 1966. Dat waren hele natte zomers. En wel aardig het record voor Weert. Als je kijkt naar het KNMI, die meet op zo'n 300 plekken in heel Nederland elke dag het weer. Over een heel groot aantal jaren sinds de oorlog. Mm-hmm. En wat is de natste juli ooit in Nederland gemeten? Dat is dan altijd Weert. Juli 1965, toen had men daar 270 mm regen. Zo. 270 mm. En dat is dan op de etmaal, denk ik aan. In 24 uur. Nee, dat is over de hele maand. Oh, oké, okay, over de hele maand. Maand. Ja. Normaal is zo'n 70 mm en daar zaten ze 200 mm boven. Zo. Maar over die korte hoogstbuien, zoals 2 weken geleden. Ja, ik kan niet echt zeggen dat Weert een voorkeursgebied is. Dat zie je ook niet voor andere plaatsen in onze provincie. Dus dat kun je niet zomaar aangeven. Wat wel zo is, is dat Weert, trouwens ook voor Noord- en Midden-Limburg, gevoelig is voor buien vanuit Duitsland. Ik noem het altijd in de weerberichten zogenaamd Ostgewitter. Dan komen buien vanuit Duitsland onze kant op. En die willen we eens pittig uitpakken, zoals 2 weken geleden. En toen is er een hele buienlijn ontstaan tussen Weert en Roermond. Die buien zijn blijven hangen in hoge luchtlagen, heel weinig luchtstroming, weinig wind. En dan krijg je dus in korte tijd heel veel regen. En dat is in Weert ook gebeurd. Er wordt dan weer dus ook door het KNMI gemeten. Mm-hmm. Ik ben niet precies achter waar het precies is. Ik dacht ergens bij de Fatima-kerk daar in de buurt. Er moet vroeger een klooster hebben gestaan. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Dus de kloosterlingen hebben vroeger het neerslag gemeten. Ik weet niet of dat nu ook nog is, maar daar hadden ze maar 6 mm. Ja, en op de Luurke hadden ze bijvoorbeeld meer dan 40 mm. Dus binnen 1, 2 kilometer al enorme neerslagverschillen. Maar per locatie, per straat zelfs, kun je niet echt aangeven dat zijn voorkeursgebieden. Wel dus voor Ostgebieder. Mm. Maar we hebben overwegend zuid-zuidwestelijke wind. En dat betekent dus voor Wiert lucht vanuit België.
Nou, dan heb je ook nog het Kempenies Plateau. En als de lucht daar overheen gaat, dan moet je een beetje dalen met een zuidwestelijke wind. En dalende lucht, daar, ja, dat is niet bevorderlijk voor buien. Dus dan wordt het al wat droger. En dat zie je een beetje terug in de langjarige neerslagberekeningen, neerslagmetingen over een jaar. De jaartotalen, de normale, zoals dat dan heet. Dan zie je eigenlijk dat het land van Weert, als je zo zijn loop doortrekt richting de Peel tot Venray, dat is een gebied waar het gemiddeld toch iets droger is dan elders in Limburg. Ja, precies. En dus maar juist niet natter, maar droog. Nee, want juist zo'n bui zoals laatst, die ontstaat dan in één keer. Je ziet hem ook niet op een buienradar of wat voor app of website dan ook staan, 's ochtends. En in één keer verschijnt hij. Hoe komt dat dan? Ja, dat heeft te maken met de onstabiliteit. Ik zeg ook altijd zo'n buienradar, dat is leuk en aardig. Maar ja, bijvoorbeeld nu, in het zomerseizoen, je gaat er buiten. Ga niet morgens om 8 uur kijken van, nou, krijgen we vanmiddag een keer buien. En als ze buien krijgen, dan blijf ik thuis. Dat heb ik heel vaak gehoord. Dan komt dat toch niet uit. Want die buien die ontstaan inderdaad heel kort van tevoren. Dus je moet eigenlijk kort van tevoren eventjes die buienradar, die neerslagradar raadplegen. Dus niet in het begin van de ochtend. Ja, ik hoor er echt veel verhalen over dat mensen 's ochtends al gaan kijken wat het 's middags gaat worden volgens de radar. Ik ben er ook zo een, ja. Ah, dat moet je niet doen, joh. Dat kost de toeristische sector denk ik heel veel geld als je dan thuis blijft opwillen van buien die toch niet komen. Dus steun de toeristische sector, zou ik zeggen. Kijk zo kort mogelijk van tevoren eventjes op de eerste graden. En ja, die buien van 2 weken geleden, ja, die is een hele korte tijd inderdaad ontstaan. De onstabiele lucht, je had eigenlijk 2 luchtsoorten die precies boven Midden-Limburg tegen elkaar opbotsten. En in korte tijd ontstonden er al werkelijk enorme buien. Mm. En ja, dat is ook voor mij ook heel lastig te verwachten. Ik was toen nog om 9 uur op L1 Radio en een uur later hozen het werkelijk. En ja, dat zag je 9 uur nog niet eens op de radar. Dus nee, dat kan precies. Dus in een hele korte tijd. Ja, en zijn er dan wel, misschien zie je dan die buien niet op die radar, maar zijn er wel symptomen die jij dan herkent? Waardoor je denkt van, god, daar moet dadelijk iets gaan gebeuren. Ja, dit was heel lastig, 2 weken geleden. Kijk, je had 2 windrichtingen die eigenlijk tegen elkaar opbotsen. En waar dat gebeurt, als de lucht tegen elkaar botsen, dan gaat die lucht als het ware omhoog. En dan krijg je enorme buien en dat was op enige hoogte. Kijk, dan moet je al op enige hoogte gaan kijken. Wij kijken heel vaak naar de metingen op aan het aardoppervlak. Dus je moet al heel veel metingen erbij gaan halen. Dus dat was eigenlijk toch wel een verrassing. En het weer heeft ook soms verrassingen. Maar die hoogstbuien van 2 weken... Ja, het blijft toch onvoorspelbaar. Dat weer. Ik zeg altijd, het bleef toch met de atmosfeer te maken hebben. Die is chaotisch en dat kan werkelijk alle kanten op. Meestal klopt het redelijk, maar er zitten verrassingen bij. Maar die hoogstbuien van 2 weken geleden, dat is wel een trend van de laatste jaren. Dat past toch wel, vind ik, in het beeld van de opwarming van de jaren. We horen het aan de klimaatopwarming. En ik zeg altijd, sinds 1988, sinds 1990... de jaren 90, zijn de jaren opvallend warmer geworden. En ik heb een uitgebreid onderzoek gedaan voor Noord- en Midden-Limburg, geworden Wiert ook bij. Uh-huh. En dan zie je duidelijk dat de jaren warmer zijn geworden. De zomers zijn droger geworden. Maar als de buien vallen, dan zijn er ook echt van die heel vaak hoogstbuien met van die heftige buien. Korte tijd. Ja, en zou je nog eens kort iets kunnen vertellen over, je zei het net zelf al, als je door het jaargemiddelde heen kijkt, dan is vaak dat gebied rond Weert, zo, die Peel, is droger dan de rest van de provincie en het land. Ja. Hoe komt dat? Want ik zie dat dan ook wel. Als je dan toch even naar die radars kijkt, dan is het code oranje. En dan zie je een heel groot wolkengebied, zie je richting Midden-Limburg trekken en dan lijkt het zo vaak net zo om Weert heen te buigen. Dat kan, maar meestal lost het dan enigszins op, omdat de lucht achter het Kempenies Plateau een beetje gaat dalen. En dat is misschien net funest om die buien er een beetje uit te krijgen. Ja, voor buien heb je stijgende lucht nodig. En daardoor is het in het heuvelland, in Zuid-Limburg, is eigenlijk de natste regio van ons land. Ja, moet de botse lucht tegen de heuvels op, die gaat opstijgen. Dan krijg je daar dus de natste gebieden. Dat is Vaals overigens, het hoogste punt van Limburg. En het droogste gebied van Limburg is dan niet Wiert, maar dat is echt. Oké. Okay. Kijk, dat ligt net achter het heuvelland. Dan gaat de lucht nog wat sterker dalen bij een zuidwestenwind. En daar is het gemiddelde droogst van, zelfs van heel Nederland. Ja, en wat onze luisteraar en kijker dan misschien wel weten als laatste vraag. Krijgen we dit jaar een hittegolf of niet? En hoezeer kun je dat voorspellen? Ik was al bang dat je een witte kerst ging vragen, maar het is een hittegolf. We hebben net een hittegolf gehad. Hè. Afgelopen 5 dagen hadden we officieel een hittegolf op de KNMI-weerson Arsen. Dan hebben we ook een KNMI-weerson bij L Haler,
Maar daar hadden we net geen hittegolf. Dat ligt ook wat open. Maar voor Beschut in Wiert, hadden we ook wel een hittegolf. En dat is ook heel opvallend overigens. Want sinds de jaren 90 zijn de jaren warmer geworden. Sinds de afgelopen ruim 30 jaar hebben we zo'n 40 hittegolven gehad. Ja, soms meer de zomers met meer hittegolven. Over ruim 30 jaar 40 hittegolven. En voor 1990, als je daar 30 jaar gaat bekijken, de jaren 60, 70 en zo, dan hadden we slechts 10 hittegolven. Dus dat is met 4 keer toegenomen. Dus de kans is sowieso een stuk groter hier. Ja, die is behoorlijk groot. Heeft ook met de droogte te maken, waar we de laatste jaren mee te maken hebben. Droge grond warmt heel snel op, krijg je hitte. En in ieder geval volgende week geen hittegolf. Ja, en dan zitten we toch wel zo'n 10 dagen vooruit. En ja, dan zitten we al... Ja, dan moeten we wel de tweede helft van juli, augustus gaan kijken. Dat is gemiddeld ook de warmste periode van het jaar. Dus dat kan werkelijk naar alle kanten op. Dan laten we hopen dat het in ieder geval lekker weer wordt. Dat, als het hetzelfde wordt als de afgelopen dagen, dan komt dat helemaal goed. Thijs, dankjewel voor het uitleggen hoe dat allemaal zit met het weer. Hoe die bijzondere weersverschijnselen hier in het Weerterland ontstaan en naar beneden vallen. En ik wens je nog een heel prettig weekend. Hetzelfde iedereen. Hoi.